Hallo. Mooie bak is er toch? Nou. Het is al een beetje een gênante, aanstellige bak. Niet hip bovendien, want hij is niet gepimpt, hè. En tegenwoordig moet alles gepimpt zijn, anders dan hoor je er helemaal niet bij. Alles, maar dan ook alles. Iedereen pimpt alles. Telefoon, sneakers, jeans, agenda. En scooters. Scooters, want daarvoor zijn we hier. Entree al rond Brandstede. Niels is eigenlijk... jij bent eigenlijk dus een pimp. Ik houd van pimpen. En wat doe je dan precies? Ik, we hebben een oude Vespa. Dus de laatste is uit 1968. Die hebben we compleet verbouwd en aangepast naar eigen inzicht. Ook omdat ik was aan het kijken voor een motorfiets. Je hebt je motorrijbewijs voor nodig. En ik vond eigenlijk niet goed wat ik wilde. Ik wilde graag iets apart. Gewoon ja. iets wat niemand heeft. Je wilde opvallen? Ja. Ik wilde iets unieks of iets bijzonders of iets echt speciaals. Dit is eigenlijk in ere verkracht? In ere verkracht, maar, want jij zegt verkracht. Ik zeg, ik denk dat, dat wat Vespa zo mooi maakt, dat in dit model eigenlijk nog beter tot z'n recht komt. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit is hem! Zo. Dit is jouw totaal gecustomized, gepimpte ding. Eigenlijk ben jij dit, toch? Hiermee druk jij je identiteit uit. Ja. Het is stoer. Je hebt een. Je moet zo zelf mee zitten, maar je zit heel ontspannen op deze motorfiets. Je neemt eigenlijk vanzelf al een beetje een coole houding aan als je erop zit. Ja. Wat er heel erg Vespa aan is, zijn de ronde vormen van het spatbord. Maar belangrijk is ook dat het zadel ligt nu eigenlijk onder het achterspatbord. Maar dat bij een originele Vespa een stuk daarboven ligt. Ja, en dat maakt dat je ook een stuk lager zit. Dat maakt dat je een stuk lager zit inderdaad. Nou, take a seat. Zal ik je camera op je camera? Ja. Je microfoon even vasthouden. Ja, presenteer jij de rest van de boel, Niels? Ja, Niels. Kan ik hier zo omhoog gaan zitten? Je kunt gaan zitten. Leg eens uit aan de kijker wat er nou zo speciaal is, want dit is eigenlijk een motor, hè? Ja, nou, het is dus origineel een Vespa 150cc Super uit 1968. De Vespa's toen waren ook al met 4 versnellingen. De 4 versnellingen zijn overgenomen, zijn behouden gebleven. En het is een 150cc. Dat betekent dat je dat ongeveer kunt vergelijken met een viertaktmachine, dus eigenlijk met een gewone motor van 300cc. Ja, ja. Meike, hoe hard gaat deze motorfiets maximaal? De rollen zijn een beetje omgedraaid, maar 95 km per uur heb ik me laten vertellen. Zo, dat is een beste snelheid. Ja. Hey. Heel goed. In één keer, hè? In één keer. Zal ik maar gaan, jongens? Ja. Maar weg. Ja. Een klein beetje gas. En dan je voeten helemaal recht vooruit. Strekken, die benen. All my friends know the lowrider. The lowrider is a little higher. Zo. Zo. Stoer ding, man. Ja. Gewoon een hele stoere vent eigenlijk hierop. Stoere vent. Zou je het zeggen nou? Ja, ook een mooie vrouw. Wat? Ja, zo voelt het. Leg eens even uit. Nou, kijk, het is gewoon net een vrouw. Met die mooie ronde vormen, mooie achterkant. Lekker kontje. Ja, je praat wel als een man in ieder geval. Ja.